Wanneer was dit? Zit er staat er een datum bij? Staat Johan Cruijff in... Oh, een farewell-wedstrijd van Johan Cruijff. Ja, 6-6. Oh, tegen München. Ja, tegen Bayern. Daar heeft u daar... Ik durf het bijna niet te vragen. Hun zijn gekomen puur een wedstrijd spelen en dat is, ja, tegen dan. Hè? Dus de grote Johan. Tegen de grote Johan. En dat is, die hebben niks ermee te maken eigenlijk. Het is een wedstrijd geweest voor hun. Ja. Voor ons was het een afscheidswedstrijd. Ja. En had u respect voor hun mentaliteit toen op het veld? Nee. Ik heb op een gegeven moment, het laatste kwartier, als het eentje in de 16 meter was... Heb ik gewoon geprobeerd om het onder te schoppen. Ja, nee, maar dat is zo. Ja, dat is wel duur. Je kan dus, nee, kijk, een afscheidswedstrijd, ik noem eens, dat moet 6-4 zijn. Ja. Ja. Dan moet je elkaar laten voetballen. Ja. Weet, dat zijn die Engelsen, die kunnen dat, hè. Mm-hmm. Die Engelsen, die maken er echt een show en een wedstrijd van. Ik vroeg me net of je een foto had van Johan Cruijff. Zal ik die nog eens mogen zien, die daar op de laptop staat? Ja. Ik heb hem net al mogen bekijken. Goede foto, hè? Precies het lampje op Cruijff, ja. Hoe was uw band met Johan? Goed. Wil je respect voor elkaar? Respecteerde hij jou? Ja, stonden ook veel bij elkaar. Om te roken. Stiekem, want u had het net in de live show al even over de situatie in jullie in de kantine na de wedstrijd. Ja. Hadden jullie daar ook met z'n tweeën een rol? Nou ja, we hebben nog wel twee of drie erbij. Maar wij hadden gewoon, ze keken natuurlijk wel tegen ons op. Want als ze dat zei en het stond ons niet aan, dan was het, professor zei ze dat ze er een ruimte over kregen. Maar goed, dat is gewoon zo. Ja, Johan is er ook dan. Want dat was op een gegeven moment, dat was net een zoete inval. Ja, toen werd een Wim Jansen. Die speelde dus het laatste seizoen ook mee. Mm-hmm. Dus die kwamen uit Rotterdam vandaan. Maar wij zaten dus om 8:30, 9:15, moet ik aan half elf, 10:00 ben zijn. Zaten wij al in de koffie in spelen zo. Tante Sien die was er ook al. Ja. Dus inmiddels, en dan kwamen ze ook binnen druppelen. Maar ze moesten, want we hebben het met Van Basten gehad en Vaneburg. Vaneburgse zussen die reed altijd voor hun, mm-hmm. Om ze te brengen in Nataal. Maar op een gegeven moment kwam die gast gewoon 9:50 aanzakken. Terwijl hij om tien uur moest wezen. Nou, dus hebben we op een gegeven moment, dat zijn Johan en ik, op het dat stonden dan met haar te praten. Dat ook zo, weet je, ik zeg, je moet anders doen, zullen we het dan? Ik zeg, hoe lang doe je erover? Nou ja. In die tijd was het nog niet zo druk, maar van Utrecht naar Amsterdam is een half uur. Ja. Zeg een half uur. Ik zeg, nou, dan kan jij. Dus als jij om 9:30 gaat rijden, dan ben jij om 10:00 bezig. Kijk, mm-hmm. Ik zeg, als er wat met verkeer is, dan is het wat anders. Maar mm-hmm. Ja, zegt ze. Ik zeg, oké, okay. Dan ga je volgende keer gewoon. Als alles er allemaal niet zijn, ga je gewoon om 9:30. Eén of twee zijn het er altijd om. Mm-hmm. Van die drie. Ja, nou, ik zeg, dan ga je weer, dan leer je het al af. En? Leer je het af? Ja, natuurlijk, want op een gegeven moment dat ze kwamen, dus zeiden dat ze dus, ze hebben toch gewacht, maar je kwam te laat. Ja, dat was gewoon een boete. Ja, maar boete, klaar. Betaald. Ja. En dat was gewoon in die tijd, was de boete, was het 25 gulden. Ja, maar ja. Dat is toch zonder geld? Het is, ja, maar 25 gulden was gewoon... Voor de jongen, voor een snothuis was het natuurlijk. Ja. En nou, dan was het op een gegeven moment drie keer. Zo. Ja, ga maar verhogen. Wat verhogen? De boete. Ik zeg, de boete. Ik zeg, 50. En dus nou, dan hadden we dat met Johan zo afgesproken. Luister, we doen wel eens niet eens betaald de boete, zodat het in de ziel is. Maar ze wagen het zo. Mm-hmm. Zo hebben we gewoon op van, hey. Mm-hmm. Er wordt naar je gekeken en gedaan. Dat is gewoon. Want ja. Je hebt toch het respect en het mooiste zelf als je een beetje een as hebt. Ja, dus je keeper, je hebt een middenveld, een spits. Nou ja, Johan, deze mond nog open. En Dick Schoenhaak en dergelijke, die ook het middenveld de mond lopen. Mm-hmm. Dus nou ja, goed. Dus
We hadden die tijd, in het begin was het even wat stoer. Maar op een gegeven moment was het gewoon, je had een lekker elftal. Mm-hmm. Die jonge jongens aan de kant. Ze konden alleen maar leren. Ja, nee, dat is perfect. Kijk, nou ja, goed, en dat hebben we dus verder. Eigenlijk, een soort, zeiden wij, nou, wordt een echte profclub al. Maar dat waren we nog niet. Want je speelt geen maar één keer. Nee. Hè, dus, maar dan was het gewoon dat je bezig was. En dan was het ook na de wedstrijd. Hè? Heb het daar. Kijk, na de training dan mocht je weg, die gaan we niet op. Na de wedstrijd verplicht, drie keer die blijven. Ja, en dan zeg ik, je ouders mochten erbij blijven. Ja, de kinderen, broertjes, zusjes. Wat willen ze dan nog meer? Alleen, wij wilden geen vrede in de tent hebben. Ja, terecht. Wij mochten er waarschijnlijk niet in zijn, niet zijn toen. Jawel, als jongen, want je had... We hebben een camera bij ons. Nee, luister, nee, maar het punt is, nee, ik kwam niet in het spelerszoom. Maar je had dus... Over die tribune. Mm-hmm. Dus het ene gedeelte, helft, dat was spelers op de andere helft. Dat was voor een persruimte. Dat was een persruimte. Ja, nou, en dan was het dus zo. Ja, als het of na vijf was. Ja, dat er dan eens één of twee. Mm-hmm. Ja, dat ze dan een zuiver. Maar we wisten wel dat de goede waren. Ah, ja. Ja, precies. Kijk, is het dat. Ja, wij waren vast de goede. Nee, maar goed. Last. Nee, maar het feit dat je dus dan. Daar de deur, een kleine gaatje in bij ons, daar de deur heen komen. Eigenlijk goed, dat maakt dan er niks uit. Nee. Heel erg bedankt dat u deze mooie verhalen met ons wilde delen. Ja, luister, het is historisch. Ja, absoluut, absoluut. Ja, maar onze generatie, ik kan er echt heel erg van genieten. Ja, ik ook. Jawel, het is heel anders. Ja. Luister, dat zou je zelf aan merken. Als je dus voetbalt op dek. Moet je maar eens kijken hoe snel, als de wedstrijd komt, hoe snel ze blijven gaan. Hoe snel dat ze weg zijn. Maar ja, goed, kijk, bij een amateurclub kun je er weinig voor zeggen. Ja, wij zitten nog alleen, nee, maar bij een amateurclub is het wat anders, want je hebt geen must. Nee, dat is waar. Dus, en bij een amateurclub is het dan op een gegeven moment zo, ja, dan gaan er op een gegeven moment, dat je dan nog even binnen, dus na de wedstrijd even zit, dan zijn er een paar die hebben het best, want die hebben slecht gespeeld voor zichzelf of dergelijke, amateur. Mm-hmm. Dus die gingen gelijk pleiten, of... Ze hadden wat anders, de spuitregen. Mm-hmm. Maar ja, de ouderen, die bleven er altijd. Dus ja, even zitten. Even een biertje drinken. Ja, natuurlijk. Kijk, pa en moe zaten er toch maar. Mijn vrouw ging ook altijd mee. Dus in de arena. Dus, hup, daar, klaar. Ja, top. En dan is het leuk. Ja, nee. Ja, zo hoort het ook hoor, mijn ogen ook vandaag. Ja, maar goed. Maar misschien komt het ook omdat die jongens waarschijnlijk geen alcohol mogen drinken. Want deed u een biertje na de wedstrijd? 10 bier! 10! Nee, dat was een mooie tijd geweest voor jou, Lars. Was het jenever? Nee, whisky. Whisky. Ja, maar als het ook nog was, dan was het ook zo. Want, goed. Als we verloren hadden, dan was het eigenlijk verboden. Mm-hmm. Dat zeiden we dan altijd. Dat mm-hmm. was gewoon een gekkigheid. Ja. Maar als we gewonnen hadden, dan. Nou goed. Jongens, een biertje, een jongens, een handje. Nou, ik ben dan graag even een glaasje whisky. Ja, lekker. Lekker. Ja, goed. Dan zeg je, dan neem je na de tijd twee whiskies. Misschien is dat dan de oplossing voor de voetbaljeugd van tegenwoordig. Gewoon even om na de wedstrijd een borreltje met elkaar te drinken. Maar ja, goed. Dat, ik weet hoe dat is. Maar de derde helft is toch belangrijk? Ja, wel. Maar de derde is... Je kan het niet gaan vergelijken, want de jeugd van vandaag zijn zo mondig dat we moeien eigenlijk. Ja. Ja, maar nee, maar zo is het. We zijn ook wel gewoon leuke. Jawel, nee, natuurlijk. Nee, maar je moet gewoon even doorsnijden. Nee, mm-hmm. Kijk, er zijn weinig, hoop toch. Ze zijn, jij staat nog te praten. Mm-hmm. En je gaat je voetbalspullen uittrekken en dan gaan de deuren nee, laten. Ze, pleiten, ze hebben even onder de douche gelopen en zijn weg. Ja. Kijk, en je krijgt wel bij de wat oudere amateurclubs. Mm-hmm. Dan geef je dan nog wel. Dat is het, ja, maar dan zijn het ook weer de oudjes die zitten, want die jonkies, gewoon liever gelijk de stad in. Ja, nee, dat is waar. Conclusie dus, betere derde helft. Meer zuipen. Plat gezegd, mooi. Ja, dat kan ik me wel eens vinden. Ja, misschien dat we nog een baan voor Piet Schrijvers in het verschiet ligt als coach van de derde helft. Ja. Lekker mooi. Super vrouwen zitten.